In deze instructie laat ik zien hoe je met PlayPosit filmpjes kunt voorzien van quizvragen. Allereerst gaan we naar de site. En je ziet daar dat je moet inloggen, uiteraard. Zowel de docent moet inloggen als de student moet inloggen. Begin helemaal vanaf het begin. Dus we gaan eerst een account maken. Je geeft aan dat je een instructor bent. Die geeft je naam op. Wat wil je? Nou, wat hij hier aangeeft is niet zo heel erg belangrijk. Maar je kunt het aangeven. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het aantal filmpjes wat ze voor je klaarzetten. Het is namelijk zo dat bij PlayPosit op de website heb je ook allemaal filmpjes die je zou kunnen gebruiken. Maar het is allemaal Engelstalig, dus het is dan maar de vraag in hoeverre dat dan zinvol is. Oké, dit skippen we. En wat je nu ziet is de inlogomgeving, dus de omgeving van PlayPosit. Iets over het profiel. Een bulb, ze noemen een filmpje in deze omgeving een bulb. En we hebben 0 actieve studenten. En dit is een manier om je met meer functionaliteit meer te bieden. Maar uiteraard is dat dan betaald. Dus dat doen wij nu niet. Er zitten wel een aantal extra mogelijkheden in. Die het instrument wel kunnen verrijken. We gaan nu een filmpje inlezen en die film gaan we voorzien van vragen. Je ziet hier dat er nu 0 filmpjes zijn. Klik op de knop Design Video. Hier kunnen we nou 2 dingen doen. We kunnen hier een URL, oftewel een websiteadres, intoetsen. Of we kunnen een voorgebakken filmpje pakken. Die al op de website van PlayPosit aanwezig is. En daarbinnen kun je ook zoeken. Wat wij willen doen is een filmpje van YouTube. Dus een filmpje. Ik heb toevallig dit filmpje hier. Dit is het filmpje van een collega van mij, van Rob Hoevenaars. En daar gaan we zo meteen, die gaat iets vertellen over blended learning. En wij gaan daar wat vragen in verzinnen. Dus wat je moet doen is de URL van dit filmpje inlezen. De URL zie je hierboven staan. Daar klik je op en je selecteert dan deze URL met Ctrl-C. Een andere mogelijkheid is rechtermuistoets en dan video URL kopiëren. Dat is exact hetzelfde. Typische paar. Dus we gaan nu terug en we plakken die URL in deze pagina. En dan zeggen we continue. Dan zie je gelijk dat het filmpje geladen wordt. En we geven dit filmpje dan een titel. Introductie tot de definitie van blended learning. En het doel is de juiste definitie kunnen geven van het begrip blended learning. Higher education, science. Het maakt eigenlijk allemaal niet uit wat dit is. En je kunt settings zeggen, je kunt aangeven rewind during questions. Dat betekent dus dat de studenten in staat zijn straks als ze het filmpje gaan afspelen, of ze dan het filmpje terug kunnen spoelen. Je kunt dat toelaten of je kunt dat verhinderen. En je kunt zelf kijken wat je daarvan wil. Als je gewoon hen de gelegenheid wil geven om stukken tekst of stukken video opnieuw te bekijken, omdat ze bijvoorbeeld even de concentratie kwijt waren, dan zet je dit op aan. Als je dat niet wil en je wil zeg maar bij de les houden en geef ze eigenlijk maar 1 kans,
dan zet je het uit. Oké, dan zeggen we begin building. Mijn naam is Rob Hoevenaars en ik ben docent op de lerarenopleiding Techniek. Blended learning is een term die je natuurlijk op heel veel plekken en in heel veel contexten hoort. Wat mij betreft gaat het er steeds om dat we proberen het leerproces van de studenten effectiever en efficiënter te maken. En dat doen we dankzij het slim inzetten van ICT. Oké, dit is een mooi moment om een vraag in te zetten. En dat is een vraag die heeft te maken met een free response, dat is een open vraag. En de open vraag is, geef de definitie van blended learning zoals verteld door de spreker. De typische pagina van een week kan er zo uitzien. Bovenin staan extra bronnen die verwerkt worden individueel in de voorbereiding. En hier staat de rest van de individuele voorbereiding aangegeven. Het bestaat uit theorie, opdrachten, een stuk uit het leerboek. En daarnaast kan de student ook theorie uit verschillende video's halen. Oké, op dit punt aangeland, in 51 seconden in het filmpje, willen we een vraag stellen. En die vraag die luidt, staat de afkorting DLO voor en welk belang heeft een DLO voor blended learning. Dat zijn video's die gaan over. Ja, hij gaat door. Dus je kunt je voorstellen dat je dus op elk moment hier vragen kunt doen. Oké, we zijn nu klaar hiermee. We zijn tevreden. We kunnen nog even een preview doen. Dit is dus wat de student gaat zien zometeen. En hij zegt dat de antwoorden die je eventueel geeft, eventuele antwoorden die je geeft, die kun je niet opslaan. Dat komt natuurlijk omdat het een preview is. Je ziet hier de tekst en je ziet het leerdoel. Mijn naam is Rob Hoevenaars en ik ben docent op de lerarenopleiding Techniek. Blended learning is een term die je natuurlijk op heel veel plekken en in heel veel contexten hoort. Wat mij betreft gaat het er steeds om dat we proberen het leerproces van de studenten effectiever en efficiënter te maken. En dat doen we dankzij het slim inzetten van ICT. Oké, geef de definitie van blended learning zoals net verteld door de spreker. En dit kunnen we hier dus nu gaan typen. Oké, hier zijn we klaar mee. We kunnen dit afsluiten. En we zeggen finish build. Dan maken we het filmpje klaar voor productie. Hij zegt assign your lesson. Dat betekent dus dat je nu een klas moet toevoegen. Want een filmpje is altijd gekoppeld aan een klas. En er zijn nog geen klassen, want we hebben nu net een nieuw account gemaakt. Dus we gaan nu een klas toevoegen. Dus we gaan een nieuwe klas maken. Die klas geven we een naam. Die naam is de naam die ook in Osiris staat. Dat is tenminste handig voor de studenten om het te herkennen. En je kunt er nog iets achter zetten, namelijk de naam van de klas. Als je een heel cohort gebruik maakt van deze filmpjes, dan wil je als docent natuurlijk toegang hebben tot alleen jouw klas. En die kun je dan een naam geven. Dus die naam moet uniek zijn. Dan zeg je create class. En nu hebben we de klas. Daar klik je dan op. En dan ziet u dus dat er nu één klas is. Maar één. Je kunt meerdere klassen maken. We hebben nu onze klas. En wat we nu willen doen is een filmpje associëren met deze klas. Dus we willen dat de studenten die straks inloggen als onderdeel van deze klas, dat die dit filmpje krijgen wat we nu aan het maken zijn. Dus dat doe je door, dan ga je naar Bulbs. En dan zeg je assign.
naar deze klas. Je kunt een datum opgeven. Dit is de huidige datum, de datum van vandaag. Als je, je kunt een deadline opgeven, bijvoorbeeld 9 juli. Dit filmpje wordt gemaakt op 7 juli, 2 dagen later. En de studenten hebben dan tot 9 juli de tijd om het filmpje te lezen, te bekijken en de vragen te beantwoorden. Als ze dat daarna doen, na de 9e, dan kan het ook. Alleen dan wordt er vastgelegd dat ze dan te laat zijn. Daar kun je dan eventueel wat mee als docent. Ik zeg nu close. En je ziet nu dat de deadline is ingesteld. Dan zeg je save. En nu staat dit filmpje klaar. Het enige wat we nu nog wel moeten doen, belangrijk, is studenten toevoegen aan de klas. We creëren nog een klas. Klas B. We gaan naar Add Students. Dus je moet 2 klassen maken. Oké, je hebt hier het formaat. Voornaam, achternaam, e-mailadres, password en de klas waarin ze meedoen. De klas hadden we al, was al bekend. Dat was deze klas, S2A. Dat is dus jouw klas die je zelf hebt aangemaakt. Het password daarvoor, dat moet uniek zijn. En wat ik voorstel is dat je daarvoor het studentennummer gebruikt. Dat weet elke student, je kan dat opzoeken. En dan heb je in ieder geval dat password goed geregeld. Je kunt het allemaal zelf gaan intypen, maar dat is niet zo heel handig. Zeker niet als je een grote klas hebt. Dus mijn voorstel is dan om dat in Excel te doen. En ik zal het laten zien. Je kunt dat dan vrij makkelijk copy en pasten. Ik heb hier dat gedaan. Je ziet ook dat de volgorde hetzelfde is zoals die verwacht wordt in dat PlayPosit. Voornaam, achternaam, e-mailadres, studentnummer en klas. En je kunt dan gewoon het hele zaakje selecteren. Met de muis. En dan zeg je Ctrl-C van copy. Dan ga je naar dit sheet en dan zeg je Ctrl-V. En dan heeft hij in één keer al die adressen en op de juiste plek met de juiste cursus ingezet. Op het moment dat je dat doet, zeg je submit roster. Oké, 7 studenten uploaded. Oké, dus nu hebben we een klas. We hebben een filmpje. Dus we gaan even kijken. Een filmpje. Hij is geassigned op deze datum. In de klas zitten studenten, kunnen kijken. Als we op dit filmpje kijken, dan zien we dus dat de film is gekoppeld aan de klas. We kunnen vragen om de assignment data. Dat betekent dus dat we dan nu gaan kijken naar de data die ingevuld is. Op het moment dat de studenten dat doen, als ze het filmpje kijken. En het zal geen verrassing zijn dat er nu nog geen data is. Want het is, we hebben het filmpje nog niet eens online gezet. Hè, dus je kunt zien dat er nog niks gebeurd is. Maar dit is dus de manier waarop je gaat kijken naar ingevulde data. Dat doe je bij een monitor.